Dank u, voorzitter. Na het KPMG-rapport van vorig jaar bevestigt nu ook een artikel in het NRC van 6 mei jongstleden. Nogmaals wat Bijeen altijd zegt in deze Kamer. Er zijn onnodig veel mensen overleden tijdens de coronapandemie. Tienduizenden mensen hadden nog in leven kunnen zijn als we andere keuzes hadden gemaakt. En daarom, voorzitter, vraag ik een debat aan met de minister van VWS, Langdurige Zorg en de minister-president om uitgebreid te reflecteren op de gekozen strategie, de pijnlijke gevolgen en de genoemde getallen van ruim 30.000 mensen die onnodig het leven hebben gelaten. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Agema, PVV. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat we dit vooral moeten betrekken bij de verschillende evaluaties over de coronacrisis die gaan komen. Alsmede ook bij de parlementaire enquête. En als mevrouw Simons hier in debat nog iets over zou willen zeggen, dan is dat ook een mogelijkheid op 1 juni. De minister wil dat debat niet door laten gaan van 1 juni, maar het lijkt mij toch zinvol dat wij nog voor de zomer een algemeen coronadebat hebben, waar dit natuurlijk ook aan de orde kan komen. Dus geen steun voor een apart debat. De heer Asserkamp, denk. Ja, voorzitter, ook een belangrijk punt. Ik worstel ook een klein beetje wanneer is nou het moment en wanneer beschikken we over de informatie, het onderbouwing, onderzoek en evaluatie. Dus wel steun, maar ik wilde graag ook weten op basis waarvan we dat dan kunnen doen. Mevrouw Kamminga, VVD. Dank u wel, voorzitter. Dit lijkt me inderdaad een onderwerp wat bij uitstek goed past bij een parlementaire enquête. Dus geen steun voor een separaat debat. De heer Evraïm. Uiteraard steun, maar ik worstel met dezelfde zaak als de heer Asserkamp. Ja, timing en zo. Ja. Als ik daar straks op mag reageren, voorzitter? Zeker, ja. Ja. De heer Bisschop. Voorzitter, het lijkt mij prima om dit te betrekken bij de evaluatie. En die momenten zijn er. En geen steun voor een apart debat. Mevrouw van Beukering-Huibrechts, D66. Ja, voorzitter, ook geen steun voor een apart debat. De heer Bontebal, CDA. Geen steun voor een apart debat. De heer Omtzigt. Voorzitter, wel steun voor een apart debat. Dit is de grootste oversterfte in Nederland sinds 1945... Het is niet voor niks dat daar hier onderzoek naar gedaan wordt. En als zoiets gebeurd is, we doen hier vaak debatten over wanneer 1 of 2 of 10, of ik woon zelf in Roombeek, ongeveer 30 mensen omkomen bij een ramp. En mevrouw Simons weet, in Bijlmermeer hebben we zelfs voor minder dan 30 mensen een parlementaire enquête gehouden. En terecht steunt het debat. En voor 30.000 doden zou dat niet doen. Ik steun dat debat. Okay. En voorzitter, en daar wil ik de opmerking bij maken, dat ik ook wil weten of de commissie die nu onderzoek doet naar de oversterfte ook inzage krijgt in andere onderliggende data. Dus wanneer die mensen gestorven zijn, of ze een vaccinatie hebben, of er onderliggende data zijn, zodat er goed onderzoek gedaan kan worden naar wat die oorzaken zijn. En dan mogen alle oorzaken bij betrokken zijn. En die brief zou ik graag binnen een week hier hebben. Stenogram zullen wij ook weer doorgeleiden naar het kabinet. Mevrouw Van der Graaf, ChristenUnie. Ja, voorzitter, een heel ernstig bericht. Wij denken ook dat het heel goed is dat dit goed wordt uitgezocht en dat dat ook bij de evaluatie wordt betrokken. Dus we vinden het belangrijk om daarover te spreken, maar nu niet een steun voor dit verzoek, maar dat dat op een later moment grondig aan de orde kan komen. Ja. De heer Quint, geen welsteun? Ja, welsteun. U heeft geen steun van een meerderheid? Nee, voorzitter, ik heb u toestemming gevraagd er even kort op te reflecteren. De heer Omtzigt zegt terecht dat het hier niet gaat over een krantenbericht. Zoals we dat hier heel vaak doen, er staat iets in de krant, er is iets vervelends gebeurd en er wordt met veel bombarie een debat over gevoerd. Het gaat over 30.000 mensen die zijn gestorven, naar zeer grote waarschijnlijkheid, vanwege de maatregelen die door onze overheid zijn genomen, 30.000 gezinnen. Ja. Ik vind het onvoorstelbaar dat mensen zeggen dat doen we wel even tijdens een evaluatie, maar ik begrijp dat er begin juni... Ja. Nou, ik zeg dat het niks is, maar als ik thuis een van de nabestaanden van de 30.000 mensen ben, dan heb ik geen tijd om 5 jaar te wachten tot de overheid is wil reflecteren op het eigen handelen. Ik begrijp, voorzitter, dat er begin juni een debat gepland staat. Ik zou het zeer ongepast vinden om het daar onderdeel van te laten zijn. Maar als het niet anders kan, dan zult u dat doen. Dan bij deze dat verzoek. Okay. Dank u zeer. De heer. Ja, voorzitter. Ja? Excuus dat ik hier niet eerder stond. Mevrouw Simons zal hier geen meerderheid meer halen, maar ik wil het inderdaad het verzoek toch nog even steunen. Dank u wel. Het is inderdaad geen meerderheid, maar collega's hebben wel uitgesproken te willen betrekken bij de evaluatie en ook in de parlementaire enquête.